Opgave 4 hebben ze eigenlijk een vergelijking gegeven. Er staat hier een fx, maar die fx die hoort er niet bij. Ja, dus dat is gewoon verkeerd. Ze geven een vergelijking die we moeten oplossen. En als ik die vergelijking moet oplossen, moet ik ervoor zorgen dat beide kanten als een logaritme staat geschreven. Nou, ik zie hier een constante 2 en die 2 moet ik schrijven als een logaritme. Dus dan krijg ik nu hier zo staan 3 log 2x plus 6 is gelijk aan 3 log. Nou, waarom heb ik hier die 3 log? Omdat mijn grondtaal van mijn logaritme hier een 3 is. Dus daarom moet ik deze 2 ook als een logaritme van 3 schrijven. Nou, hoe ga ik die 2 hier zo dan verder schrijven als mijn logaritme? Omdat mijn grondtaal een 3 is, dan ga ik dezezelfde 3 hier achter schrijven. En die 2 die ik hier zo heb, die komt hier als een exponent te staan. Dus die 2 kan ik dan schrijven als 3 log 3 tot de macht 2. Oké, beide kanten zijn nu als een logaritme geschreven. Dus wat doe ik? Ik ga de argumenten overnemen en verder oplossen. Ik krijg dan hier zo 2x plus 6 is gelijk aan 3 tot de macht 2. En 3 tot de macht 2 is gelijk aan 9. Dus dan krijg ik nu hier 2x plus 6 is gelijk aan 9. Die 6 die brengen we naar achteren. Waardoor ik krijg 9 min 6, dat is gelijk aan 3. En x is gelijk aan 1,5. En dan zijn we nog niet klaar. Want je weet, bij logaritme moeten we rekening houden met onze voorwaarden. Je voorwaarden, dat is je domein. Ik zie dat ik bij deze logaritme een onbekende heb. Dus hiervoor ga ik mijn domein bepalen. Hier komt er geen enkele onbekende voor. Dus dat voldoet al aan die voorwaarden. Dus dan schrijf ik nu hier zo op. Mijn voorwaarde die zegt. Dit alles hier. 2x plus 6 moet groter zijn dan 0. Die 2x moet groter zijn dan negatief 6. Dus x is groter dan negatief 3. En dan ga ik kijken. Die 1,5.